De interventiewagens van politie Bilze-Hoeselt-Riemst zijn vanaf nu uitgerust met mobiele AED-toestellen. Wanneer agenten de baan op zijn, komen ze vaak als eerste bij slachtoffers uit. En bij een hartstilstand telt elke seconde. Dat de interventieploegen nu altijd een mobiel AED-toestel bij zich hebben, kan dus levens redden. Dat zegt commissaris van politie Bilze, Ronnie Bietz. Bovendien is een AED-toestel makkelijk in gebruik en kunnen agenten bij een noodgeval ook voorbijgangers om extra hulp vragen bij een reanimatie. Ja, we hebben nu in elk interventievoertuig hebben een mobiel AED-toestel aanwezig en is snel bereikbaar. Zeer eenvoudig, het toestel ligt volledig klaar in het interventievoertuig. Het is een toestel wat automatisch aangeeft waar een bedieningsknop is om het aan te zetten, waar de patchjes om aan te brengen op het lichaam, inclusief de handleiding, aanwezig zijn. En door het gebruik de knop aan te zetten. Roep om hulp. Verwijder kleding van borstkaspatiënt. Commissaris Ronnie Bietz toont hoe de nieuwe AED-toestellen van de politie Bilze-Hoeselt-Riemst precies werken. De voertuigen van de interventieploegen zijn vanaf nu uitgerust met mobiele AED's. Het is de bedoeling, hopelijk nooit natuurlijk, dat we die toestellen onmiddellijk kunnen gebruiken. Niet alleen politiemensen, maar ook burgers. In bepaalde gevallen kunnen we burgers inschakelen om het toestel mee te bedienen. Politieagenten zijn vaak op de baan en komen dus ook vaak als eerste uit bij ongevallen. Wanneer een slachtoffer reanimatie nodig heeft, telt elke seconde. En de aanwezigheid van een AED-toestel kan levens redden. Het is toch vrij intensief de effectieve beademing en hartmassage manueel moeten toe te dienen. Het AED-toestel neemt een deel van die functies over en dat maakt het gemakkelijker en veiliger, maar ook het resultaat kan veel groter zijn. Het gebruik van de automatische defibrillator wijst zichzelf uit. Maar de politiezone plant wel nog een opleidingsmoment om ook de reanimatie weer op te frissen. Op dit ogenblik voorzien wij tijdens onze dagelijkse briefings een kleine demonstratieopleiding voor het gebruik van het mobiel AED-toestel. En in het najaar voorzien wij ook nog opnieuw een EHBO-opleiding waar effectief beademing en hartmassage getest worden. In deze eerste fase zijn 6 combi's uitgerust met de mobiele AED's. En het is de bedoeling dat in de nabije toekomst elke politiewagen van de politiezone Bilze-Hoeselt-Riemst een toestel meekrijgt.